Kees van Seur, een biografie over Piet Sjoerd Gerbrandy. Van Seur heeft eerder al een biografie geschreven over koningin Wilhelmina. Een buitengewoon onderhoudend, goed geschreven, levendig, goed verteld boek. Prachtige biografie, niks op aan te merken. En hij heeft natuurlijk, toen hij aan die biografie van Wilhelmina bezig was, heeft hij zoveel materiaal onder ogen gekregen over Gerbrandy, dat hij als een soort spin-off van de biografie over Wilhelmina nu deze biografie heeft geschreven over Piet Gerbrandy, onze minister-president in Engeland, toen wij met Duitsland in de oorlog waren en de hele regering dus naar Engeland was gevlucht. Eerst was dat nog kabinet De Geer, maar De Geer die voldeed helemaal niet als minister-president in ballingschap. En toen is Piet Gerbrandy minister-president geworden. Dat boek over Gerbrandy vind ik eigenlijk nog leuker en boeiender dan dat boek over koningin Wilhelmina. Over koningin Wilhelmina weet je al toch vrij veel, maar over die Gerbrandy wist ik eigenlijk heel weinig. En dat is een bijzonder leuke man. Een klein, kort mannetje met een reusachtige snor. En hij leek daardoor op een walrus. En een van de leuke dingen over Gerbrandy was het gezegde: ach, gooi die man toch een haring toe. Omdat hij er zo als een walrus uitzag. Het was een stoere, steile Calvinist. Een echte gereformeerde van het oude stempel. Maar hij had toch een paar eigenaardigheden van een gereformeerde. Hij fietste bijvoorbeeld op zondag. En dat werd hem ook heel erg kwalijk genomen toen hij aan de Vrije Universiteit hoogleraar was. En hij was tamelijk links, tamelijk rood. Dus binnen de antirevolutionaire partij lag hij niet goed, want hij was veel te links. En op een gegeven moment is hij in dat kabinet De Geer terechtgekomen als een soort dissident. En toen werd hij helemaal uitgekotst door de antirevolutionaire partij. Het boek is heel levendig. Het vertelt het verhaal van Gerbrandy vanaf zijn geboorte uiteraard tot aan de tijd dat hij dan in Engeland zit. Dan stokt het verhaal een beetje. Dan wordt het wat trager. En dat komt omdat volgens mij Van Seur op dat moment heel veel materiaal tot zijn beschikking heeft. Hij wist natuurlijk alles wat er in die Tweede Wereldoorlog in Engeland is gebeurd. En dat wilde hij allemaal vertellen. En daar had hij volgens mij ietsje selectiever in moeten zijn. Maar het verhaal komt weer op gang als Gerbrandy na de oorlog terugkomt in Nederland. En zich dan ineens van een hele, ja, moet je zeggen, verkeerde kant toont. Hij is fel gekant tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Daar is hij woedend over dat Indonesië onafhankelijker wordt. En dan begint hij dus, naar mijn gevoel, helemaal een foute kant uit te gaan. Maar als geheel is dit echt een heel erg leuk, boeiend, prachtig boek. Geweldig, aardig om dit allemaal te lezen. En ja, al die dingen die erin staan over de Tweede Wereldoorlog en de ballingschap van onze regering in Nederland, dat weet je eigenlijk toch. Je weet het uit het boek van De Jong, maar dat heb ik niet helemaal gelezen, want dat is zo verschrikkelijk dik en zo langdradig. En als het zo levendig verteld wordt als hier, is het toch veel leuker en boeiender om al die informatie tot je te nemen. Dus ik beveel deze prachtige biografie van harte aan.